In het museumdepot van de MBS in Boekelo was het een drukte van belang. Zo'n 10 standhouders lieten 3 dagen lang zien wat je van bouwstenen kon maken. Er stond onder meer een enorme knikkerbaan en een compleet Thomas de Trein landschap. Ook was er ruimte voor standhouders met de mooiste bouwwerken en de snelste treinen. Voor kinderen en ouderen moeilijk om er niet vanaf te blijven. Daarom was er een mogelijkheid om zelf iets te bouwen, Lego en Duplo. Jong en oud vermaakten zich daarom goed.